32. Wat vond je het zwaarste maatregel van corona? Dat we moesten sluiten. Ja. Als kapperzaak zijnde. Ook het 1,5 meter afstand. Ook het avondklok. Ook mondkapjes. Code, ook het mondkapje. Welke moeilijke. Ja, allemaal. Allemaal. Ik heb met alle coronamaatregelen heb ik moeite mee. Ja. Vraag 33. Wat doe je nu dagelijks sinds corona er is, wat je normaal nooit zou doen? Ik denk niet dat ik anders doe. Ik doe elke dag hetzelfde. Werken, video's bewerken als het moet. Familie opzoeken, vrienden opzoeken. Dus ja, hetzelfde. Ik zit te denken of ik iets anders doe, maar nee, hetzelfde. En hier staat Aaron de Barber. Foto met de Giant. Wat ik ook wel even laat zien. Mooie foto. Ja, zeker. Hoe lang was dat geleden eigenlijk? Was dat heel lang geleden? Dat was denk ik een foto van 3 jaar geleden. Toen ik Giant had geïnterviewd. Want ik had toen een concept. Ja. Barber Talks. Waar ik mensen in de stoel plaats laat nemen. En tijdens een knipbeurt interview. En dit was geloof ik een foto van 3 jaar geleden. Zo. Ja, daar heb ik nog een blond plukje. Ja. Ja. Dus een foto van 3 jaar geleden. Ja. Ja. Vraag 24. Hoeveel abonnees heb je? 3.500. Ik weet niet zeker, zou het iets meer of iets minder kunnen zijn. Nou, van Mitch van nogmaals. Over een aantal albums. Ja. Het is niet zo dat ik echt met abonnees of likes of kijkers mee bezig ben. Ik doe het omdat ik het leuk vind. En als het meer kijkers zijn of meer abonnees, is het leuk. En ik doe het voor de mensen die al kijken. Ja. Dus in het begin ben ik begonnen met 1 abonnee. Voor die kijker heb ik het gedaan. Daarna werd het 2. Voor die 2 kijkers heb ik het gedaan. En zo maar door. Ik doe het niet voor de 10.000 abonnees die er niet zijn. Nee. Dus ik doe het voor de mensen die al kijken. Ja, zeker. Ja, afspraak kunnen genieten van het filmpje. Dat is belangrijk. Ja, inderdaad. Je kan 10.000 abonnees hebben, maar als niemand kijkt, heb je niks aan. Inderdaad. Ja. Heb je wel gelijk in. Vraag 35. Hoe heb je zoveel abonnees gepikt? Dat fix je niet zomaar, zoals je dat zegt. Zoveel abonnees gepikt. Reclame maken. We, want ik heb het met meerdere mensen gedaan. Zoals jij je broer nu meeneemt en die de telefoon zo vasthoudt, de cameraman. DJ, die moet ik bedanken. Ashraf, vrienden, vriendinnen, mijn ouders, familie en anderen. Allemaal bedankt dat ze ook zijn geabonneerd en kijken, alle klanten. Ja. Hoe heb ik het gefixt? Ik heb een eigen Snapchat, eigen Instagram, eigen Facebook en daar doe ik mijn werk, doe ik plaatsen en elke keer maak ik daar reclame om dat ze gaan kijken naar YouTube. Dus het is niet dat ik mensen een pistool op hun hoofd zet en, of iemand geld heb gegeven dat hij moet abonneren. Dus het is gewoon echt pure passie. Ja.
jij ook, geloof ik, want je doet het nu al 6 jaar. Ja, klopt. Hoorde ik net, dus dan gaat het allemaal vanzelf. Ja, dat is ook zo, ja. Ja.